De gebiedsontwikkeling Franeker-Adeel-Harlingen zorgt er ook voor dat op bepaalde plekken in het gebied vispassages komen. Dat doen we in verband met de kaderrichtlijn water, de KRW. We moeten ervoor zorgen dat het grond- en oppervlaktewater in goede staat is. Dat is Europese regelgeving. Door deze vispassages aan te leggen, kunnen in het gebied meerdere vissoorten leven. Een van die vispassages leggen we aan de rand van Wijnaldum aan. Het gemaal daar wordt weggehaald. Er komt een zogenoemde De Wit vispassage voor terug. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de driedoornige stekelbaars en de glasaal, die vanaf de zeedijk hier naartoe zwemmen, via het water verder dit deel van Friesland inkomen. Door het waterpeil goed te houden, ontstaat er een grotere soortenrijkdom. De bestaande stuw vervangen we daarom door een nieuwe. Ook komt op deze plek een kano-overstapplaats en komt er een kluunvoorziening voor schaatsers. De aanbesteding van het project is in maart 2016. De werkzaamheden starten dan in april en naar verwachting is het project in november 2016 afgerond. Meer informatie hierover vindt u op de website over de gebiedsontwikkeling.